ons op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Laat mij nog zingen als de avond valt. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel. Verheerlijk zijn heilige naam. Hier vol geduld toont u ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel. Verheerlijk zijn heilige naam. En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stopt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen. 1000 jaren tot in eeuwigheid. Leid de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam. Met de passie dan ooit, o mijn ziel. Verheerlijk zijn heilige naam. Goedenavond allemaal. Fantastisch dat jullie hier in Ede de CAE gevonden hebben. Wie studeert er hier? Oh, dat zijn er een heleboel. Dus jullie wisten dat. En de mensen die dat niet zijn, die zijn dus of oud-studenten of hier geen student geweest. Mag ik voor hun, voor de mensen die dit echt als een vreemde locatie zien, even een warm applaus. Want dat is wel super dat je het gevonden hebt. Er zijn een aantal mensen die denken van, wow, jij daar, dit is helemaal nieuw voor mij. Jij daar bestaat al jaren, alleen hier in Ede is het vandaag voor de eerste keer. En wat wij willen eigenlijk is heel erg eenvoudig. En de eenvoud is misschien ook wel de kracht. Dat is de Bijbel open, daaruit horen, daaruit lezen, daaruit leren. Een aantal liederen zingen om God te loven en te prijzen. En elkaar te ontmoeten. Een warm welkom voor iedereen. Straks gesprek voor iedereen. Lekkere dingetjes bij de koffie en thee. Maar gewoon om te motiveren dat je een gezellig gesprek hebt met je buurman en buurvrouw. En daarom hoop ik ook dat je een geweldige, gezellige en gezegende avond hebt. Mijn naam is Bert Notenboom en ik mag vanavond jullie gastheer zijn. En in dit jaar, ik geloof nog 2 of 3 keer
weet het niet, misschien in ieder geval een aantal keer kom ik terug en ga ik genieten van de meetings van de Jij Daar avonden hier. En vanavond is Arjen ten Brinke. Arjen, hè, die is hier te gast als spreker. En hij is mijn collega in Almere Buiten. En sinds een half jaar. Dus dat was eigenlijk de inwerkperiode. Dat hij warm kon draaien voor Almere, de stad Almere. En aankomend jaar, dit jaar, is eigenlijk zijn jaar. En daar wilde hij ook over gaan spreken. Dit wordt jouw jaar. Dat is eigenlijk een preek die hij tegen zichzelf gehouden heeft. Maar die gaat hij nu ook naar jullie houden. Dit wordt jouw jaar. En als er iets is in de studentenwereld, zijn heel veel studenten hier, is het wel dat jou ingepeperd wordt van, ja, jij maakt je klaar voor jouw toekomst en dit wordt jouw jaar en jij gaat het, moet het gaan maken met alle talenten die je hebt. Nou, en nu denk je, dit jaar is nog maar nieuw en er staan een heleboel deadlines te wachten. En tegelijkertijd denk je van, ja, dit wordt mijn jaar. Is dat het kleine leventje waar het om draait? Als kort welkomstvoorbeeld wil ik je meenemen in het leven van Gregor Stam. Ik interviewde hem pas bij mij in de gemeente en het was indrukwekkend toen ik hem sprak. Het is een topsporter en hij is Europees Olympisch kampioen geweest enzovoort. In wandelen, rennen, triathlon lopen enzovoort. Al die dingen is hij weergaloos goed. Vanuit de pijn in zijn verleden heeft hij dat weten om te zetten in zijn kracht voor het heden en de toekomst. En dat is lopen. Zelfs zo dat hij gewoon niet 10 kilometer hard loopt, dat kan ik al niet, maar gewoon op een dag 60, 70 kilometer hard loopt. Ja, voor mij niet haalbaar, denk ik. Zeker niet zo. Maar voor hem is dat iets wat hij deed. En ik zeg, joh, wat had je voor ogen op een gegeven moment toen je de Europese kampioenschap ging lopen? En hij keek me aan en hij zegt, ik had pijn vanuit het verleden. Die wilde ik overtreffen met de pijn van het heden. Maar boven alles wilde ik iets zijn en ging ik die prijs halen. Zodat als ik op het podium stond, ik iemand was. En hij rennen en hij rennen. En hij werd de absolute nummer 1. Dit wordt jouw jaar. Straks kom ik terug bij Gregor Stam. Hoe het verder afliep, zeg maar, in zijn succesvolle jaar. Ik wil nu even de brug bouwen naar een tekst uit de Bijbel. Filippenzen 3, vers 13 en 14. En daar zegt Paulus, die ook helemaal in die sportwereld bekend was. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar ik doe één ding. Ik vergeet wat achter mij is en ik strek mij uit naar wat voor mij is. Ik jaag naar het doel. De prijs van de roeping van God. Die van boven is, in Christus Jezus. Ik doe maar één ding, dat jaag ik achterna. Eén ding, de prijs. Dit wordt mijn jaar. Dit wordt mijn wedstrijd. Hier jaag ik naar dat ene ding, de prijs van de roeping van God. En met deze woorden wil ik eigenlijk het thema van vandaag, dit wordt jouw jaar, dit wordt uw jaar, neerzetten. Tegelijkertijd zit jij hier met jouw verhaal, waar jij naar jaagt, wat jij als deadline hebt, dat je zegt, die wil ik halen. En ik wil even vragen of je wilt kennismaken met de mensen om je heen, dat je even zegt tegen je buurman of buurvrouw die je niet kent, dus even achter je of voor je, van joh, ik ben Bert en ik kom uit Almere, dat hoef jij niet te zeggen, dat zeg ik dan, hè, tegen mijn achterbuurvrouw. En dan vervolgens zeg je van, joh, wat is één van de doelen, één van de deadlines die jij misschien van het begin van het jaar gesteld hebt, of dat je nu in je hoofd hebt, dat je zegt, die moet ik halen dit jaar. Dus even wie je bent, hartelijk welkom aan je buurman of buurvrouw, achterbuurman of achtervoorbuurvrouw. En dan vervolgens van, wat is één van de deadlines, één van de doelen die jij wilt, moet halen. Ja, kom ik zo bij terug. Dus ga je gang, heet elkaar welkom.
trouwens ook vragen stellen, met stel je vragen. Ja. Hartstikke mooi. Ik ben even de zaal doorgegaan. En hartstikke goed. In de tweede helft, als we in gesprek zijn met Arjen, dan zal ik ook door de zaal heen lopen en daarover met jullie praten. Maar ik heb drie mensen die eigenlijk iets heel moois zeiden. En als eerste, jij had een doel dit jaar. Welke was dat? De avonden van Jij daar in Ede bezoeken. Nou, dat vind ik een fantastisch doel. Jullie ook? En jij had er ook eentje. Ik leef bij de dag. Iedere dag is hier een verrot. Mooi. En jij niet, hè? Nee, jij niet. Jij wel. Een vaste baan vinden. Ja, een vaste baan vinden. Dus zo zie je, er zijn allemaal doelen waar we mee hier zitten. En ik ben zo ontzettend blij dat zo'n succesvolle jongen, hè, die echt gewoon, als je... Je ziet het al als die zo meteen staat, zeg maar, echt zo'n sportschool uiterlijk. Maar zo'n ontzettende gave kerel als Arjen, succesvol tot en met... Ja, hè? Ja. Dus sportief, succesvol. Nee, dit is echt onzin. Maar dat Arjen ons gaat vertellen... Oké, dit gaat overnieuw. Camera's, even opnieuw. Ik ben zo blij dat deze broeder, deze collega van mij in Almere, hij is wijkpastor in Almere Buiten en ik in Almere Haven, maar dat hij ons vandaag, door de Bijbel als basis te nemen, in zijn handen. En dat hij ons gaat inspireren vanuit de Bijbel, hopelijk, door Gods geest. Om even erbij stil te staan, even los van een baan vinden. Of misschien hoort dat er ook wel helemaal bij. En jij daar avonden bezoeken, allemaal heel erg mooi. Maar hoe kan het mijn jaar worden met God? Nou, daar gaan we straks naar luisteren. We gaan eerst een aantal liederen zingen en daar mag je bij gaan staan, daar mag je bij blijven zitten. Maar de eerste is Psalm 139, vers 1 en vers 14. En de tweede is ook Psalm 139, maar dan Heer, u doorgrond en u kent mij. Thank you.
wil samen met jullie deze avond beginnen met gebed. Heere God, dank u wel dat we dit mochten zingen. Dat u ons kent, dat u ons gevormd, gemaakt, bedacht heeft. Zo bijzonder, Heere. En u als schepper, u als kunstenaar, die uit liefde ons gemaakt heeft. Wij willen u bedanken, Heere God, dat we hier mogen zijn. Op deze aarde in Ede. Dat we hier mogen zijn en we mogen weten, Heere, dat we door u gemaakt zijn. Zoals we dat net gezongen hebben. Dat u ons vormt, Heere. En ik wil u dat vragen. Wilt u ook vanavond geven dat het een werkplaats van uw Heilige Geest mag zijn. Dat u ons verder vormt. Dat u ons maakt, zoals de Bijbel dat zegt, naar het beeld van uw Zoon, de Heer Jezus. U bent die machtige maker. En zoals u ons geformeerd heeft, kan u ons ook de dingen die niet oké zijn, die zondig zijn, kan u ons ook reformeren. Heer, ik wil u bidden, wilt u deze avond bij ons zijn, wilt u bij Arjen zijn als hij hoopt te spreken. We willen u bidden en ook danken voor alle vrijwilligers. Dank u wel, Heer, dat zoveel vrijwilligers al lang aan het bouwen en het sjouwen zijn om dit mogelijk te maken. Wilt u hun bijzonder zegenen vanavond, Heer? En dat ze mogen merken dat, dat dit gebouw echt een gebouw is waarin u vanavond, maar ook altijd, verheerlijkt wordt. Heer, we willen u zo bidden voor ons, zoals we hier zitten of als we thuis meekijken. U kent ons, Heer, maar u kent ook onze gebrokenheid. En als we het gaan hebben over dit wordt jouw jaar, dit wordt uw jaar, dan kan er zoveel kapot zijn in ons leven dat we er juist als een berg tegenop zien. En daarom wil ik u bidden, Heer, dat we vandaag perspectief mogen krijgen vanuit u. Wilt u ons bemoedigen, Heer? Zeker als we dat nodig hebben. Wij vragen u dat. Niet omdat wij iets daarvan verdienen. Maar wij vragen u dat pleitend op het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Gregor, hij rende en hij rende. Om de prijs te halen en hij won. En toen was dat moment dat Wilhelmus ging spelen. En hij stond daar, weet je wel, hier is het gewoon op de begane grond. Gewoon keurig, jij daar random, voeten op de grond, zeg maar, niet verhoogd. Gewoon bam, basic. Maar hij niet, dat was een podium. Heb je twee en drie, hè, daar zo. En vervolgens eentje erboven, nummer één. En hij stond daar, Gregor Stam. En je moet weten, zijn relatie met zijn ouders is pijnlijk verstoord. Toen zijn vader ging scheiden en met een andere man ging samenwonen. En zijn moeder achterbleef en eigenlijk hem het huis uitkikte. En hij maar bij die vader ging wonen. En die vriend van die vader hem structureel wekelijks misbruikte. Dat was de pijn in hem. Waardoor hij kon winnen. En hij vertelde ons allemaal hoe hij gerend had. En alle pijn overschreeuwd had. En uiteindelijk daar op die nummer 1 stond. En hij zag zijn moeder staan. En toen stond hij daar en hij dacht, eindelijk. Ik heb het gehaald. Ik ben iemand. En terwijl dat Wilhelmus ging spelen omdat hij de nummer 1 van Europa was, draaide zijn moeder haar hoofd om en liep weg. En hij kon wel door zijn podium heen zakken. Wat had hij? Niks. Arjen vroeg mij, Bert, als ik dit thema bespreek, wil jij voor mij Psalm 27 lezen? Dat wil ik met jullie doen. Met dit in ons achterhoofd. Iemand die strijdt om de prijs en hem haalt. En wat heb je? Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mijn leven te verslinden. Mijn tegenstanders en mijn vijanden struikelden ze zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken.
dat ik mag wonen in het huis van de Heere alle dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut in de dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent en hij plaatste mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden die mij omringen. En ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht alstublieft niet voor mij. Wijs uw dienaar niet in toorn af. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek. Verlaat mij niet, o God van mijn hel. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. En leid mij op een geëffend pad. Omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan. En mensen die briesen van geweld. Als ik toch niet geloofd had dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heere. Wees sterk. Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. Een compleet ander geluid als alle zakelijke trainingen die gegeven worden in deze wereld. Dit wordt jouw jaar. Maak je succes. Alle succes kan vervliegen. Als vader en moeder je verlaten en je op nummer 1 op een podium staat. En vervolgens je moeder de rug jou toe ziet keren en weg ziet lopen. Heb je het daar allemaal voor gedaan? Zakelijk succesvol. Maar wat is het? Alle diploma's van de CAE bij wijze van spreken op zak. En wat heb je? Het najagen van dat zou het een illusie zijn. Psalm 27 prikkelt ons. En die zegt, hé, ik heb één ding voor jou. Arjen gaat er straks over spreken. Maar voordat ik hem het woord geef, gaan we eerst nog twee liederen zingen. De eerste is Psalm 27. Gewoon wat we net gelezen hebben, dat jullie het nog een keer lezen, maar dan op een melodie. Lekker meezingen. Psalm 27, vers 1 en vers 2. En daarna zingen we Als een hert dat verlangt naar water. En gaan we luisteren naar jou, Arjen, wat je te zeggen hebt. Vanuit de Bijbel. Thank you.
Goedenavond. Hallo, goedenavond. Fijn om bij jullie te zijn hier. 19 jaar geleden kwam ik voor de eerste keer op een Jijdaaravond. Ik was 14 jaar en nu ben ik 33. En de Jijdaaravonden zijn voor mij echt heel belangrijk geweest in het kennen van God en het volgen van Jezus. Dus ik hoop en bid dat deze avonden ook hier in Ede, misschien ben je hier voor de eerste keer, of misschien ben je al een paar keer bij Jijdaar, maar dat het avonden zijn die jou helpen om Jezus te volgen. Want ik geloof dat we daarom op deze aarde zijn. Om niet voor jezelf te leven, maar om Jezus te volgen. En Detti schreef net op een briefje, je bent 33 jaar was, Jezus was ook 33. En daar moet ik heel vaak aan denken. 33 man, ik voel me echt heel jong. Of tenminste, ik moet het anders zeggen, ik ben echt heel jong. En 33, en dat was, toen zat zijn missie erop. 3 jaar lang, of eigenlijk 3 jaar maar, heeft hij onderwijs gegeven. 3 jaar met een paar leerlingen. Weet je, van jullie leeftijd. En na die 3 jaar was het voorbij, nam hij afscheid en zei hij tegen zijn leerlingen. En nou jongens, mogen jullie het doen. En 2017 jaar later zijn er nog steeds leerlingen van Jezus. Die dat doen wat hij ons heeft opgedragen. Ik vind het echt heel gaaf om hier bij jullie te zijn, om te spreken over dit woord jouw jaar. Wie heeft er allemaal goede voornemens? Als je wil voor mij, steek even je hand op. Je hoeft niet echt alleen een hand op te steken als je echt voornemens hebt voor dit nieuwe jaar. Wie zegt, ik heb een paar dingen en in 2018 wil ik echt dat het gaat gebeuren. Er zijn er dan een paar genoemd. Wie heeft ze? Even een paar. Oké, nou het zijn er niet zoveel. De meeste mensen zijn gewoon van 2017 zo 2018 ingegaan en we zien wel hoe het in 2018 allemaal gaat en we doen gewoon ons ding. Dit wordt jouw jaar, dat is een thema wat ik las, een boek ooit is gelezen bij de gedragsgoeroe Ben Tichelaar. Ik ga verder niet met jou vanavond over dat boek hebben, maar dit wordt jouw jaar. En hij schrijft in dat boek hoe je je gedrag kunt veranderen, zodat het jouw jaar wordt en jij de doelen die jij hebt ook gaat halen. Dat is echt ik vond het een heel mooi boek. Er zijn heel veel boeken geschreven, heel veel zelfhulpboeken. En als je die boeken leest, dan gaat het er vooral over dat jij jouw thema of dat wat jij graag wil, dat je dat gaat behalen. Dit wordt jouw jaar. Nou, ik was best enthousiast over dat soort boeken en ik heb er ook al een aantal gelezen. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik heel vaak, als er weer een nieuw jaar is, ik doe dat dan wel. Ik heb een paar dingetjes en dan zeg ik, ik wil in 2018 in dit geval, wil ik deze doelen halen. Maar heel vaak, dan komt het er al niet van. Een voorbeeldje, ik ben deze week weer opnieuw voor de eerste keer naar de sportschool geweest. Nou, dat is echt zo'n dingetje, er beginnen heel veel mensen hun nieuwe jaar met naar de sportschool gaan en ze willen er helemaal voor gaan. En het schijnt zo te zijn dat 80% afhaakt een paar weken later. Er zijn verschillende onderzoeken geweest. 80% haakt af en 20% gaat door. Nou, en die mensen die balen er allemaal, ze zijn gefrustreerd, ze willen wel, maar ze houden het gewoon niet vol. Nou, ik hoor bij die 20% die het wel volhoudt. Maar de meeste mensen, die 80%, die haakt af. David is hier, ik heb David meegenomen. David is een broeder uit onze kerk in Almere en hij heeft eigenlijk mij op sleeptouw genomen naar de sportschool. Dus ik hoop echt, jongen, dat we over een jaar gewoon, nou, dat we onze doelen hebben gehaald. Maar vandaag, vanavond, wil ik met jou nadenken over, niet zozeer over dat boek van Ben Tichelaar, maar over het andere boek, de Bijbel, omdat dat boek ons heel veel wel echt uitdaagt om wel doelen te halen, maar dan even net op een andere manier. Nou, velen van jullie hebben dus een aantal paar goede voornemens. Ik heb er ook een stuk of 4, 5, geloof ik. Wie heeft er 5 goede voornemens? Even je hand. 5. Wie heeft 3 goede voornemens? 2 maar? Wauw, 3. Wie heeft 1 goed voornemen? Ja, dat zijn er best wel een aantal. Laten we even naar de Bijbel kijken als het gaat om goede voornemens. Bijvoorbeeld, wat we net met elkaar hebben gelezen, Psalm 27.
En als wij nadenken over het thema, dit wordt jouw jaar, dan heb ik 3 gedeeltes uitgekozen waar ik met jou naar wil gaan kijken. En Bert heeft het net al niet voor niets gelezen, Psalm 27. Daar staat, lees maar mee als het wordt geprojecteerd, Psalm 27 vers 4. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dit wordt jouw jaar. David is een singer-songwriter. Die heeft heel veel liederen geschreven die gaan over God. De ene keer zijn het hele mooie liederen over het leven dicht bij God. Maar soms schrijft hij ook liedjes waarin het echt gaat over de diepte. En dan zegt hij, God, waar bent u nou? Dat soort liedjes. En hier heeft hij ook een lied geschreven, een psalm, wat gaat over God en over hem. En hij schrijft in zijn lied, één ding, Heer. Eén ding, Heere God, één ding. Ik heb maar voor 2018 eigenlijk, van het ene naar het nieuwe jaar, één ding. En dan wordt het mijn jaar. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dan wordt het uw jaar. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Maar de tempel in het Oude De testamenten, verschillende tempels, die lagen op een berg. En die berg, dat zag eruit als een fort. In het Oude Testament, daar wordt de tempel heel vaak ook staat symbool voor veiligheid. Als je daar bent, dan ben je veilig en dan zit je goed. En hij zegt daarbij, als ik in die tempel ben, dan ben ik op een plek waar ik de lieflijkheid van de Heere aanschouw. In de andere vertaling staat, als ik in de tempel ben, dat doe ik, waarom? Om de liefde van God te ervaren. David heeft het dus over de liefde van God. Waar vind ik dat God van mij houdt? Waar ervaar ik dat God mij lief heeft, zegt David? In de tempel. In het huis van God. Het verlangen van David om in de tempel te zijn, één ding doe ik. God zoeken, bij hem zijn, heeft dus een diepe reden om de liefde van God te ervaren. Dat is het eerste. David is niet de enige die een wens, een verlangen uitspreekt voor het nieuwe jaar. Er is nog iemand anders en ik wil ze vanavond de mensen van het ene ding noemen. Je leest in de Bijbel regelmatig mensen van het ene ding. En we gaan er een paar langs. Dit wordt jouw jaar. Nou God, het wordt mijn jaar als ik één ding doe. Eén ding. Zoeken, God zoeken en heel dicht bij God zijn. Iemand anders van het ene ding. Bert heeft het net met ons gelezen. Over Paulus. Hij zegt daar, Filippenzen 3, we gaan het nog een keer met elkaar lezen. Eén ding doe ik. Daar heb je het weer, de mensen van het ene ding. Eén slogan, één doel voor 2018. Eén ding doe ik. Ik vergeet wat er in 2017 allemaal gebeurd is in mijn leven. En ik strek mij uit wat voor me is. Ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is. Christus Jezus. Paulus was ook zo'n man net als David. Mannen van het ene ding, mannen met karakter. Die niet zeiden, we hebben 2017 gehad en we rommelen zo een beetje 2018 in en we gaan over tot de orde van de dag en we leven ons leven af en toe met God als het ons uitkomt. Dat zijn van die mannen die een statement maken. Van die mannen van God. Zoals jij ook mag zijn, man. Jongens, ik mag jullie wel als man aanspreken. Hè? Jij, als je hier zit als man. Dat je dat Paulus en David nazegt tegen God. God, ik ben hier. En ik weet helemaal niet, we kennen elkaar niet. Ik weet niet of je heel veel hebt met het christelijk geloof. Misschien ben je gewoon eens met iemand meegenomen. Maar deze mannen, en straks zal blijken hoe weerbarstig het leven is, hè, want het waren heiligen. Maar ondertussen, nou, waren het helemaal niet zulke heiligen wat ze allemaal deden. Maar ze hebben één diep verlangen en spreekt dat uit naar God. Ik heb het gedaan op de rand van 2017 naar 2018. Ik zeg, Heere God, we hoeven niet allemaal op te rakelen wat er in 2017 is gebeurd. Maar ik spreek één ding uit. Eén ding verlang ik, Heer. Eén ding verlang ik. Bij u zijn.
En ik jaag naar het doel waarom ik, Arjen, op deze wereld ben gezet. Om voor u te leven en vrucht te dragen. Eén ding, mannen, mensen van het ene ding. Ik vergeet wat achter me ligt. Weet je, jij zit hier vanavond. En wat wij als mensen heel vaak doen, is dat we zoveel bezig zijn met dat wat achter ons ligt. Ja, met mijn verleden, jongen. En weet je, ik wil het niet goedkoop zeggen tegen je. Hè? Misschien zitten hier jongens en meiden die een heel heftig verleden hebben. Misschien was 2017 wel een heel heftig jaar voor je. En ik zeg niet dat God dat niet ziet. En dat God er niet bewogen over is. Maar dat wat in 2017 in jouw leven was, wat niet, zeg maar, waarin je Jezus niet volgde. Je mag vooruitkijken. Dat vind ik zo mooi als ik de Bijbel lees en het verlangen van deze mannen zie. Eén ding dat erachter ligt. We zijn in een nieuw jaar gegaan, maar ik richt me op dat wat voor me ligt. In een andere vertaling staat, ik strek me uit wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waar de God mij door Christus Jezus roept. Jezus staat aan het eind van de finish ons op te wachten. En in dat stadion zitten allemaal mensen die ons zijn voorgegaan. Zij weten wat het is om Jezus te volgen met vallen en opstaan. En zij doen niets anders, lezen we ergens in Hebreeën dan. Kom op, ga door, ga door, ga door. Dat ene ding, jongen, dat ene ding. Die finish, daar naartoe. 2018, één ding. Er is nog iemand van het ene ding. De mensen van het ene ding. David hebben we net gehad. Paulus. En nu een vrouw. Eén mensen van het ene ding, nu een vrouw. We lezen dat in Lucas 10. We gaan het nu niet lezen, maar ik zal het vertellen wat daar staat. We lezen over Martha en over Maria. Ken je dat verhaal? Ik denk dat de meeste van jullie dat verhaal wel kennen. Ik vind het fascinerend wat daar gebeurt. Op een dag is Jezus bij Martha en Maria in huis. En Martha en Maria zijn daar. En Jezus geeft zoals gewoonlijk onderwijs. En een drukte, jongen, familie, vrienden, buren, dat hele huis zit stampvol. Want Jezus is daar. En Martha is echt een goede vrouw. Martha die snapt het. Martha die heeft door dat als er mensen in je huis komen, dat je ze niet alleen een kopje koffie geeft en koekje erbij, maar dat je er echt wat meer voor uit de kast haalt. Om te zorgen voor mensen. Een gastvrije vrouw, dat zijn zulke mooie vrouwen, gastvrije vrouwen. Ik hou zo van gastvrije vrouwen. Zoals mijn vrouw is ook zo'n gastvrije vrouw. Van die, kom maar. Kom maar. En dan geeft Jezus onderwijs. En Martha moet al die mensen helpen en voorzien en eten en koken. En ze staat in de keuken en ze doet goed de best. En ze denkt, waar is Maria nou? En Maria, die is er niet. En zij zegt, jongens, hebben jullie Maria gezien? Nee, geen idee. En uiteindelijk is Maria gevonden. En zit ze, serieus, zit ze gewoon aan de voeten van Jezus. Een beetje te luisteren. Naar wat Jezus te zeggen heeft. En wat Maria doet, kan echt niet. Dat kan echt niet, want wie zit er aan de voeten van Jezus te luisteren? Wie zit er aan de voeten van de rabbi alleen? Mannen. Hoe durft zij als vrouw gewoon tussen die mannen te zitten? En Martha wordt kwaad en spreekt haar erop aan. Serieus, wat jij hier doet, wat hier gebeurt, zie je dan niet dat de vaatwasser nog moet worden uitgeruimd, het hele huis vol, en jij zit daar maar aan de voeten van Jezus? En die mannen die kijken zo naar Maria en zeggen, ja, je zus heeft wel een punt. En dan komt Jezus. Dan komt Jezus. Jezus staat op als mannen, maar vooral vaak vrouwen, lees de evangelie, maar Jezus is een gentleman. Als vrouwen in een hoek worden gedrukt, door wie dan ook staat Jezus op. Martha stoort zich en Jezus zegt de bekende woorden, Martha, Martha, je bent zo bezorgd. En vrouw, je maakt je veel te druk. Er is één ding nodig. Maria heeft het beste deel uitgekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Eén ding, Martha. Er zijn liedjes over geschreven, kinderliedjes. Er zijn kinderbijbelverhalen en tekeningen, plaatjes gemaakt. En dan is altijd wat Martha doet, zo, wat een onverstandige vrouw.
Wat Martha doet is niet verkeerd. Wat Martha doet is goed. Een dienende vrouw die haar gaven en talenten inzet in het koninkrijk van God. Maar, 2018, als hier vrouwen zitten, meiden, dat zijn van die doeners. En trouwens mannen, jullie mogen je er ook mee identificeren. En andersom ook, dat snappen jullie natuurlijk wel. De vrouwen mogen zich identificeren met David en Paulus. En de mannen mogen zich identificeren met zo'n Martha. Er zijn van die momenten dat je even moet stoppen met voor de Here lopen. En alles helemaal voor hem gaan. Er zijn van die momenten, en ik moet het echt serieus steeds weer leren. Dat is dat je even stopt en misschien alles uit je handen laat vallen. En dat je aan de voeten van Jezus gaat zitten. Als je hier zit als jongen of meid, of man of vrouw. Soms even aan de voeten van Jezus gaan zitten. Als een Maria. Jezus spreekt jou aan vanavond. Mooi hoor, wat je allemaal doet. Ga er vooral mee door. Misschien ben je wel altijd bezig. Ik ben iemand die met zijn handen wil werken, zeg je dan. Je loopt je helemaal je benen uit je lijf voor Stichting Jij Daar. Je doet alles voor God. En ondertussen mis je de intimiteit met God zelf. Ken je dat? Dat je naar anderen kijkt en denkt, hé, hij zingt heel enthousiast over God. En hoe zij over God praat. Wauw, en ik? En je rijdt naar huis, naar een jijdenavond. En je ligt in je bed en je voelt je heel ver bij God vandaan. Aan de voeten van Jezus zitten. Gewoon zijn. Heere God, hier ben ik. Ik heb niet zo heel veel te vertellen. Maar ik wil vanmorgen of vanavond bij u zijn. Geef mij open oren om uw stem, uw stille stem vaak, te verstaan. Paulus en Maria, net als David, de mensen van het ene ding. En David wordt dus ook de man van het ene ding genoemd. Eén ding vraag ik aan u, God, bij u zijn. En David wordt in de Bijbel de man naar Gods hart genoemd. Toen ik daar van de week weer mee bezig was en eerder al, toen dacht ik, hoe kan dat nou? Hoezo is David een man naar Gods hart? Ik snap het niet zo goed hoor, moet ik je eerlijk zeggen. Ik bedoel, ik ben hier niet naartoe gekomen om David in een hoek te zetten. Maar als je het leven van David bekijkt, ken je dat verhaal? Dat op een gegeven moment David zich stond te vervelen op het dak. Weet je, als mannen zich gaan vervelen, dan moet je uit gaan kijken. Dan komen mannen in de gevarenzone. Dan gaan ze dingen doen die niet goed voor ze zijn. En destructief zijn. Op een gegeven moment loopt David zich te vervelen op zijn dak. En hij kijkt zo over de schutting. En hij ziet daar zijn buurvrouw. En denkt, wauw, wat een mooie vrouw. Hij keek niet naar wat God hem allemaal had gegeven. Maar hij zag daar iets anders. En dat gebeurt vaak als mannen zich vervelen. En er komt iets in hem. En echt een heftig verhaal, maar dat hij wil die vrouw, hij wil één ding op dat moment, niet bij u zijn, heren, maar hij wil even één ding, bij haar zijn. In bed, met haar, dat is wat hij wil. En het is een laffe plan om haar man voor in het leger te zetten, zodat hij omkomt. En dan denkt hij dat het hele plan gewoon rond is of zo. Je neemt een vrouw. Je zorgt ervoor dat haar man gedood wordt. Hoezo? David een man naar Gods hart, snap jij het? En misschien als jij naar je eigen leven kijkt, dan denk je, Heere God, ik ben ook niet echt een man naar uw hart. Of ik ben ook niet echt een vrouw naar uw hart. Waarom wordt David en heel vaak dat soort mannen, waarom worden die mannen naar Gods hart genoemd? Ik denk hierom, in ieder geval niet om wat ze allemaal wel of niet doen in hun leven. Maar ik denk dat David een man naar Gods hart genoemd wordt, omdat God zijn verlangens die David diep van binnen heeft gezien. Mannen en vrouwen naar Gods hart
Dat zijn mannen en vrouwen in de Bijbel, maar je mag je ermee identificeren vanavond, die maar één ding willen in alles wat ze meemaken. God, mijn leven, het is weer barstig, hè, het leven met Jezus, toch? Ik ervaar het leven met Jezus heel vaak, het volgen van Jezus, met vallen en opstaan. En als ik val, dan kijk ik niet zozeer als een man naar Gods hart. Maar er is wel altijd een diep, diep, diep verlangen in mij. God, ik wil bij u zijn. God, ik wil zoals u zijn. God, ik kan niks anders dan uw liefde ervaren om bij u te zijn. Waarom mannen en vrouwen naar Gods hart? Niet om wat ze allemaal wel doen of niet doen, maar dat diepe verlangen in hen. God, ik wil bij u zijn. Mannen en vrouwen die dat uitspreken. En daarom wil ik je toch uitdagen, voor die mensen die net niet hun hand opstaken, dat waren er best veel, om in ieder geval één doel of één verlangen voor 2018 op te schrijven. Tatoeëer ze op. Nee, dat mag ik niet. Schrijf ze op een briefje. Eén ding, Heere God. Eén ding. Boven je bed. In de auto. Een soort van tekst op je smartphone. Eén ding 2018. Eentje maar. Wat dan? Bij u zijn. Het helpt mij. Het helpt mij om het op mijn telefoon te doen. Eén ding, God. Bij u zijn. Oh ja, dat maakt wel. Dan maak je steeds weer andere keuzes dat je misschien anders zou doen. En jongens, weet je, het is natuurlijk niet maakbaar, hè? Het is niet zo van wij, tjaka, wij gaan het maken. Als Gods geest ons niet overtuigt, dan gaan we het niet zien. Maar je mag je verlangens bij God bekendmaken. Het tegen God zeggen. Heere God, één ding. Ik wil bij u zijn. God kijkt, geloof ik, niet alleen naar je gedrag. Kijk naar David. Nee, het was echt niet zoals God het bedoelde, hoor. En het had enorme consequenties wat hij heeft gedaan met zijn buurvrouw en vervolgens met die man van zijn buurvrouw. Je kent het verhaal. Kinderen die stierven. Weet je hoe God dit serieus neemt? Maar God, ik wil bij u zijn. En er komt een profeet Nathan, Psalm 51. Jij bent die man. O God, neem uw Heilige Geest niet van mij. Maar ik wil bij u zijn. Bij u zijn is het beste. Als God jou vanavond de vraag zou stellen. Wat is jouw verlangen? Noem eens één ding. Wat zou je dan tegen hen zeggen? Wat is je antwoord? Wat is jouw verlangen, mijn kind? Ik hoop dat je een kind van God bent. Hij verlangt er echt naar om jou zijn kind te noemen. Wat zou je verlangen voor 2018? Misschien wel dit. Bij u zijn. En wonen in het huis van de Heer. Dat is iets anders dan af en toe binnenkomen wandelen. Mijn huis is mijn thuis. Als ik thuis kom, vanavond, dan kom ik thuis, doe ik mijn schoenen uit. En dan ga ik waarschijnlijk even heel onderuitgezakt zo op de bank zitten. Gewoon even, dat doe ik dan. Stil in huis, alle kinderen naar bed. En mijn vrouw waarschijnlijk ook. En dan zit ik gewoon even op de bank. Zo, voor mij is thuis zo'n ontspannen. God zij dank, want ik weet dat het ook anders kan. Maar wonen in je huis, dat is niet af en toe even binnenkomen en je onveilig voelen en weer gaan. Maar bij God zijn, dat is thuis zijn, op de bank. En ik heb zelf een aantal kinderen en mijn oudste dochter, die is 12, een tiener. Het is zo leuk om vader te zijn van een tiener. En dan komt ze thuis en dan zie ik haar met haar fiets en dan zet ze haar fiets aan de kant. En het is, ja, ik kan het een beetje moeilijk overbrengen, maar zo gaat het echt. Dan zet ze de fiets neer, dan komt ze binnen en het enige wat ze altijd zegt is, hoi pap. En zij doet hetzelfde. Ze komt aan, gaat naast me zitten op de bank en dan hebben we even, nou straks niet, maar als ze uit school komt, dan hebben we even een mooie tijd samen. Hoi pap, gewoon zijn op de bank, bij papa. Door heel goed naar mijn kinderen te kijken, leer ik zoveel van het kindschap, het zoonschap van een zoon van de Vader te zijn. Waarin we in de Bijbel lezen dat je God mag noemen Abba, Aramees, voor papa. Bij God zijn is zoals mijn dochter die thuis komt. Hoi pap. Op de bank gaat zitten.
en thuis zijn. En ik hou van haar. Ik kijk naar haar. We hebben een gesprek samen. En ze woont in huis. Weet je wanneer ouders ongelukkig worden? Het gebeurt nog wel eens als je nog wat ouder bent. Misschien hebben jouw ouders dat ook wel eens tegen je gezegd. Joh, ik heb het gevoel dat het hier een hotel is. Je komt binnen, je dropt je was en je bent weer weg. Dat werd bij ons regelmatig gezegd. Iedereen komt thuis, hier, maar hier heb je je was en we gingen weer. Ja, maar dat is niet thuis zijn. Dat is wel hoe wij ons vaak gedragen, hè, met God. Dan komen we even bij God als het ons uitkomt of zo. Maar wonen in het huis van de Heer, wonen in het huis van de Heer, naar Psalm 2, Psalm 27, dat is bij God zijn. Bij God zijn. Wonen in het huis van de Heer. Hoe zit het dan met al die andere verlangens die ik heb voor 2018? Zijn ze allemaal verkeerd? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Maar het principe, geloof ik, in de Bijbel is wel. Eerste verlangen, bij u zijn. En Jezus zegt het zelf ergens anders. Hij noemt het anders. Hij zegt, zoek eerst dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat betekent dat je hart gaat krijgen voor de dingen waar God hart voor heeft. En daarna komt alles naar je toe. Zoek eerst het koninkrijk. En al die andere dingen, die zullen je gegeven worden. Opleiding halen, bij je elke avond bij jij daar zijn, dat. Weet je, ik heb tegen Bert gezegd, geef het thema maar door, jouw jaar, maar doe J en O tussen haakjes en dan is het uw jaar. En daar wil ik echt mee afsluiten. Laten we het gewoon zeggen tegen elkaar. Zeg het tegen God. Laten we even een momentje stil zijn. Heel even. En dan gaan we verder. Niet, dit wordt jouw jaar. Maar ik wil je uitnodigen om nu op je stoel even stil te zijn. En we hebben vanavond gebeden, Heere God, wees in ons midden. Als je dat nooit hebt gedaan, of misschien voor de zoveelste keer, tegen God zeggen. Heere God, 2018 wordt uw jaar. En als je God kent, dit wordt uw jaar. Misschien zegt God wel tegen jou vanavond. Ik wil dat jij mijn handen en voeten bent. Op plekken in Nederland of verder buiten. Wat jij nooit van tevoren had kunnen bedenken. Weet je wat ik gebeden heb voor 2018? Heere God, dit wordt uw jaar. En ik wil aan u vragen of u ons verrast met iets wat u ons alleen maar geven kunt. Laten we even een momentje stil zijn en dan stel ik voor dat we gaan zingen. Maak de belofte. Mag het tegen God zeggen. Maak je hart bij God bekend. Even tussen God en jou. Heere God, dit wordt uw jaar. Amen. God, wij bidden heel kort voor 2018. Jezus, alles geef ik u. Wat ik ben en wat ik heb en wat ik ooit zal zijn. Al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd voor 2018 leg ik in uw hand en vertrouw ze aan u toe. Want door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Jezus, alles geven wij u. Wat we hebben en wat we zijn. Amen.
Bedankt Arjen voor je mooie woorden die je ons ter inspiratie en goede duw ook in de richting hebt gegeven. Straks gaan we erover met elkaar, maar ook met elkaar heel breed in gesprek. Over hoe geven we dat nou vorm? Dat was ook een vraag die naar mij kwam. Van ja, oké, ja, leuk, dit is de theorie. Maar aan nu de praktijk. Want als je kijkt naar zo'n Ben Tichelaar boek, want hij heeft het eigenlijk er niet echt op nageslagen, maar ik heb het er wel op nageslagen. Dan krijg je dat hij zegt, centraal bij ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, staat twee dingen. Dat is richting. Nou, dat heeft hij gewezen. Hij heeft een richting gewezen. Plus actie. Nou, we hebben één actie gedaan. Maar dan, en nu. Richting plus actie is succes, anders niet. Hij kan mooi de richting wijzen. Elke week kan ik 10 preken horen. Dat is mooie richting wijzen. Ik kan mijn Bijbel elke dag heel veel lezen. Een richting wijzen. Maar als er geen actie uit voortkomt, ja, dan komt een doel niet tot zijn succes. En ik kan me voorstellen dat dat wat spaak loopt, zeg maar. Dat je zegt van, hé, maar daar heb ik wel een vraag over. Of dit is in mijn situatie. Nou, dat kan zo meteen in de pauze. Kun je die opschrijven op een briefje. Maar dat is zo 2017. Dat moesten we achter ons laten. Dus daarom zou ik zeggen van, pak je mobiel. Steljevraag.tk. Dat is het. Komt zo ook op het scherm. Steljevraag.tk. En op dat moment kan je gewoon je vraag stellen. Zo anoniem als het maar zijn kan. Dus ze doen niks met IP-adressen checken hier enzovoort. En als je het via de wifi van de CAE doet, is het helemaal anoniem. Dus stel die vraag en dan kunnen we experimenteren plus evalueren samen. Dat is leren. Ja, volgens Ben Tichelaar. Dus dat is wel belangrijk om dat dan mee te nemen. Dus voor de vragen die er zijn, dan zou ik zeggen steljevraag.tk. En dan kunnen we zo meteen daarover met elkaar in gesprek gaan. Wat mij ook raakte, Arjen, was eigenlijk dat jij zegt van, ik wil God leren kennen als thuis, als woning. Nou, voor mijzelf, dat roept mij ook nog vragen op. Dat is, als ik kijk naar een van mijn doelen, is dat iets wat ik wil ervaren, wat ik wil meemaken, om dicht bij God te leven, iedere dag van mijn leven. En dat geeft wat worsteling, zeg maar. Maar ik vind het zo ontzettend mooi dat je dat hebt gezegd. Met u wil ik leven, u alleen. En dank je wel ook voor die richtingwijzer. Samen met elkaar kunnen we daarover doorpraten. Want ik kan nu met jullie in gesprek aangaan, dat gaan we straks doen. Maar we gaan daarover doorpraten in de pauze. Maar eerst gaan we nog twee liederen zingen. En tijdens het zingen van die twee liederen is er een collecte. Je begrijpt, dit gaat niet allemaal voor niks opgezet worden. De vallen is een lampie, die gaat kapot. De koffie kan niet voor niks gezet worden. De snoep en de koek kan niet voor niks aangeboden worden. De zaal is niet voor niks, niks is voor niks. Dus daarom willen we je vragen om gewoon met een somber gezicht te geven. Maar als je denkt, wauw, dit wil ik het hele jaar door, 2018... Dan zou ik zeggen van geef blijmoedig en voor studenten, studententarief, alles is goed. Geniet ervan, van het geven, maar we gaan ondertussen twee liederen zingen. En dat is, ik loop de wedloop en heerlijk is uw naam. En daarna gaan we pauze houden. Dus eerst, ik loop de wedloop met dat ene ding, mijn ogen op u alleen gericht. En dan blijft er één lied over en dat is het zingen van die heerlijke naam van God. Terwijl er een collecte is, gaan we dat met elkaar zingen. Ik loop de wedloop die voor mij ligt.
standvastigheid. Jezus is het doel van mijn bestaan. Hij geeft volharding om door te gaan in de strijd die het leven ons kan geven. Hij heeft zelf ook de pijn doorstaan. Ja, we gaan heerlijk pauze vieren met elkaar. De koffielucht die komt ons al tegemoet. En ja, bedankt die mensen daar straks ook even. Als je langskomt, dat is dat, ja, kan ook zo, maar dat kan ook daar gewoon face-to-face. En er zijn wat dingetjes te koop van andere avonden, cd's en dergelijke. Als straks de muziek weer gaat, de pianist gaat spelen, de piano geluid gaat fabriceren en de zangers gaan zingen, dan is de bedoeling dat we weer hierheen komen om het te vervolgen, om in gesprek te gaan, Arjen het vuur aan zijn schenen te leggen. En heb je daarin nog een prikkelende vraag, stel je vraagpunt TK. Heel goed. Geniet van de pauze en de ontmoeting met elkaar. Oh ja, en de fietsenkelder blijft open, hè? De fietsenkelder blijft open. De studenten, tot vannacht kun je hier blijven. Yo.
muziek. Muziek.